Kwartiertje. Ja, het is een soort toverkunst. Alle nummers op het album Sound Surroundings van de Q4 zijn sterk, eigenlijk ijzersterk. En toch hebben ze zelf nauwelijks een noot gespeeld. Hoe zit dat? Een mini-college van de Q4. Arts to be doctor, want dat is jouw naam als je in dit gezelschap verkeert. Hoe werkt het? Je pikt iets van een ander, of je leent iets, hoe noem je dat? Je samplet iets. Je pikt iets. Zeg het maar. En dan kan jij mij en het publiek thuis uitleggen wat je daarmee gaat doen, of wat jullie daarmee doen, zodat we uiteindelijk een prachtig nummer krijgen. Ja, wat wij met z'n drieën doen en wat we heel belangrijk vinden, is dat we pikken iets. We pikken een geluidje van een plaat van iemand anders, maar wij vinden heel belangrijk dat het van ons wordt. Dus we pakken niet een sampletje en zetten de drums onder en dat is ons nummer, maar we maken hele collages van alles. Ik heb even een soort van voorbeeldje. Ja? Ik heb een stukje van een oude plaat die we eraf hebben gehaald. Het is een soort introotje van een soort disco nummer. Ja. Klinkt zo. Ja. Wat we gedaan hebben is van vier verschillende andere platen hebben we een drum geprogrammeerd. En dit stukje wat je net hoorde hebben we helemaal geknipt en achterstevoren gezet, ondersteboven en naar beneden. En wat daaruit komt is dit. Ja. Dus, geen noot gespeeld zelf, hè? Op dit moment nog, knip en nog geen plakken, noot gespeeld. Ja. En wat je hoort is dat in het begin, je hoort wat muzikanten die maken wat geluidjes. Hebben we waarschijnlijk gehoord, we willen even een specie intro voordat het nummer begint. Ja. En ons werk is om hier een soort van iets, een melodie van te maken die er eigenlijk nog niet was. Okay. Toen, vanaf hier hebben we er echt 5 jaar aan het album gewerkt. Vijf jaar? Ja. Okay. Dus we hebben 5 jaar lang platen uit de kast getrokken, geluidjes gezocht. Hé, dit trompetje komt mooi op dat nootje uit. Hier slaat de drummer los op een cymbal. Begrijp ik, hier staat de techniek. En hier voor vanavond dan? Ik kom zo even naar. Oké. Dus, nee, maar je moet een beetje haast maken. Ja. Dat is de wereld draait door, het spijt me. Dat... Goed. En het eindresultaat van die 5 jaar werken klinkt dan zo. Dus dit is, ik denk, 30 platen tegelijk. Dit of 30, ja, precies. Toen werden we uitgenodigd om hier wat te spelen. Ja? En dus vonden we het wel leuk om even wat flink uit te pakken. We hebben wat strijkers meegenomen, de DJ. Okay. En voor het nummer wat we dadelijk gaan spelen. Het nummer wat we dadelijk gaan spelen heet One of These Days. One of These Days, dat ga je nu spelen. Gaan we nu spelen. Oké. Okay. Q4! Sound Surroundings van de Q4 is onder andere te bestellen via iTunes. Straks, hoe even weer, Clark Ogert, Wilson Boldewijn, Don Diego Poeder en Edgar Boekers over de prachtige zwarte soul. Maar nu eerst Fokke en Sukke.